Hold on to your horses, boys. Ik ben er. Don't worry. De eindejaarsvideo is niet voorbij. Ik heb mijn lijstje bij. Mijn lijstje is hier. Ik ben misschien wat later. Want normaal gesproken is deze video rond kerst online. Maar ik had wat andere shit te doen. Iets met een zekere vlog. Maar ik pak mijn drinken erbij. En let's go. What's up, strijders? Van 1D Alliantie, ben Riek. En welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie misschien gewend zijn, of niet, als dit je eerste keer is op mijn kanaal en je hebt vorig jaar niet meegemaakt. Ik doe aan het einde van elke jaar doe ik een eindejaarsvideo. Waarin ik even reflecteer op alles wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Wat de positieve dingen zijn, de negatieve dingen, wat ik heb geleerd. En ik zie dat ik enorm veel reflectie heb in mijn bril van mijn lamp. Wat een beetje kut is. Heel vervelend. Ik ga het even proberen te fixen ondertussen. En het is veel beter dan dit het niet gaat worden. In ieder geval. Ja, eindejaarsvideo. Dus een video waarin ik eigenlijk altijd reflecteer op het laatste. Of hetgeen wat ik heb gedaan het afgelopen jaar. Wat de hoogtepunten waren. Wat de dieptepunten waren. Wat ik heb geleerd. En wat ik volgend jaar wil gaan doen. Omtrent mijn YouTube kanaal. Ik heb even en tenminste als voorbereiding op deze video. Kijk ik altijd naar de video die ik vorig jaar heb gemaakt. Om te kijken hoe stond ik er toen eigenlijk voor. Want dat is inmiddels ook al een jaar terug. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik een heel erg gebroken mannetje. Een mannetje die heel taai heeft. En dat is wel hoe mijn 2022 destijds was omschreven. Ik weet nog dat ik het toen de tijd heel taai had met mijn afstuderen. Dat is eigenlijk dit het grootste gedeelte van 2022. Zeker het half, of een half jaar. Heeft opgeslokt. En sindsdien was het eigenlijk een beetje zoeken. Heel erg veel zoeken naar wie ik ben. Dat was toen. 2023 zie ik meer als het jaar van mijn comeback. Om het maar zo te zeggen. Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik heb voor mijn gevoel nog niet eens zo heel veel werk moeten doen om mezelf te veranderen. Het is wel zo dat ik heel veel heb veranderd in mijn leven. Maar ik heb eigenlijk voor mijn gevoel niet zo heel veel moeite gedaan. En dat is op zich best wel positief. Laat ik daarmee beginnen. Ik denk dat wat ik heb omschreven in mijn vorige video is, ik zat heel erg vast in het altijd hetzelfde doen. Dus mijn leven was, ik ga naar de sportschool. En niet omdat ik het leuk vind om te sporten, maar ik ga naar de sportschool omdat ik altijd naar de sportschool ga, dus dan ga ik naar de sportschool. Ik ging naar mijn stage omdat ik mijn stage moest afronden, niet omdat ik daar echt wilde zijn. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik me voelde in 2022. In 2023 heb ik juist geprobeerd om zo, of ja, tenminste, ik ben meer in een soort van cyclus gekomen. In de zin van ook een beetje vergelijkbaar met wat ik net omschreef. Alleen het verschil is dat ik het nu daadwerkelijk naar mijn zin heb. Ik werk nu fulltime. Ik werk 40 uur in de week. En ik heb het enorm erg naar mijn zin op mijn werk. En dat maakt niet alleen wat ik heb gemerkt is dat ik een vorm van niet, zeg maar, een stukje ritme is misschien niet per se wat me irriteerde. Want, of waar ik me aan ergerde, want ik ben iemand nodig die ritme nodig heeft, maar ik heb wel ook motivatie nodig. En dat miste het voor mijn gevoel een beetje. Dus nu dat ik een fulltime baan heb, ik heb een verplichting om ergens te zijn. Bij mijn studie hoefde ik nooit op kantoor te zijn. Ik kon alles vanuit huis doen en het was niet per se moeilijk. Dus voor mij was het heel makkelijk om af te studeren. En ik voelde geen druk, ik voelde geen motivatie. En nu heb ik dat wel. Ik moet naar mijn werk en ik moet gewoon, ik wil presteren. Ik wil beter worden in wat ik doe. En dat stukje motivatie van ik moet ergens zijn en ik wil daar wel gewoon presteren. En ik zit in een leuk team en dat motiveert mij allemaal om. Dat motiveert mij gewoon allemaal. En in dat opzicht is dat is wel anders dan vorig jaar. Dat had ik niet. Ik had geen drive. Ik was een beetje mijn motivatie kwijt. Ik zat in een soort van, ja, niet echt een burn-out, want ik was nergens door geburnt. Het was meer een bore-out. Ik zag niet echt iets wat ik wilde doen. En dat had ik ook in mijn YouTube of in die video gezegd dat het ook voor YouTube geldde. Als ik nu kijk naar waar ik sta, ik ben gemotiveerder dan ooit. Ik heb plezier in mijn werk. Ik heb
alles wat ik privé doe, heb ik het enorm erg naar mijn zin. Eerst ging ik sporten omdat ik om te sporten. Nu ga ik sporten omdat ik het leuk vind. Als ik kijk naar hoe ik er nu uitzie, dit kindertje. Ken je dit kindertje? Want als vorig jaar was dat zo. En nu moet ik echt moeite voor doen om dat zeg maar te laten zien. Ik heb nog steeds wel een beetje kin en kin. Ja, daar kom je niet zomaar vanaf als je zeg maar je hele leven 135 kilo weegt. Maar er is veel veranderd. Zowel fysiek, ik voel me fysiek beter. Ik voel me mentaal sterker. En dat leidt ook naar, of dat komt ook in andere aspecten voor. En zo heb ik bijvoorbeeld een huis gekocht. Of een appartement gekocht. En ik denk dat de grootste happening is van mijn 2023. Ik ga uit huis. En dat betekent dat deze achtergrond gaat verdwijnen. Maar dat ik wel een huis heb wat ik volledig kan inrichten naar mijn wensen. En ook met mijn YouTube en mijn hobby hopelijk een setting kan creëren waarin ik... Ik hoef niet zeg maar weer een half uur een lamp af te stellen omdat het niet op mijn bureau past. Daar kan ik voor zorgen dat het gewoon van tevoren al geregeld is. En daar heb ik al enorm veel zin in natuurlijk. Maar daarom zeg ik, ik voel me heel erg goed. Wat betreft YouTube, ik heb in mijn vorige video ook gezegd in de Rewind 2022 dat ik misschien minder achter mijn pc moet zitten en iets meer moet doen buitenom YouTube, buitenom gamen. Omdat ik het idee heb dat het mij tegenhoudt in mijn leven. Ik ken nog steeds wel, alleen ik heb er gewoon veel minder tijd voor. Dan zeg ik, ik moet klussen, ik moet met mensen afspreken omdat ik het anders letterlijk nooit meer kan doen. Ik moet om meubels, ik moet YouTube video's uploaden, want dat wil ik gewoon, ik vind het nog steeds leuk. Alleen, er zijn veel meer dingen, ik ga 4 keer in de week sporten. Dus maandagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdag of zondagochtend. Dat kost allemaal tijd. Dus ik heb nou eenmaal minder tijd om achter mijn pc te zitten om te gamen. En ik denk dat dat mij ook meer heeft gemotiveerd. Mij meer zeg maar een idee geeft dat ik niet hele dagen alleen maar vast zit achter mijn computer. En dat is heel fijn. Dus dat is zeg maar het stukje hoe het privé gaat. Laten we even kijken naar hoe het met YouTube gaat. Ik heb een lijstje bij met alles wat ik dit jaar heb gedaan. Met daarboven, ironisch gezien, de vlogs, of zeg maar de video's, series die ik heb gedaan in 2022. En dan kijk ik naar de line-up van games die we hebben gespeeld in 2023. Dan denk ik, damn. Ik vraag me af of er zeg maar nog een jaar komt in mijn YouTube carrière waarin ik zo'n goede line-up aan video's heb geproduceerd. Want, en series overigens ook. Want, holy fuck. Laten we er even doorheen lopen. Het jaar begon met Twin Mirror. Misschien niet per se de meest enthousiaste game. Wel van een van mijn favoriete publishers. Zoals ik ook al in de 2022 video heb verteld. Twin Mirror is namelijk gemaakt door ofwel Square Enix of Dontnod. Weet ik even niet meer. En dus van de makers van Life is Strange. Leuk spelletje. Ik vind dat het is geen Life is Strange. Het heeft het verhaal niet. De kwaliteit van het verhaal niet. De main character niet van Life is Strange. Was het een leuk spel. Zeker. Ik baal er alleen van dat ik nog steeds een keer alle achievements moet halen in die game. Om te 100%en. Maar al met al, prima spel. Assassin's Creed 3, daarop volgend. Assassin's Creed 3 is een Assassin's Creed game waarvan ik nooit zo'n hele grote fan ben geweest. Maar zoals jullie weten, ik wil alle Assassin's Creed's op mijn kanaal hebben gedaan. Dus dan moet ook Assassin's Creed 3 een keer gebeuren. En het is nog steeds voor mij een filler game in de franchise. Je kan veel beter dan 2, een Brotherhood spelen. Hopelijk remasteren ze die ooit. 4. Rogue. Vind ik zelf persoonlijk heel leuk. Veel mensen in de Assassin's Creed franchise. Zijn mijn fans vinden dat niet de beste game. Ik vind hem heel goed. Eigenlijk zijn er best wel veel opties die je beter kan spelen. Als je een oude Assassin's Creed wil spelen dan Assassin's Creed 3. Wat mij betreft staat Assassin's Creed 3 zo. Boah, 1 na laatste. Of laatste. Of misschien zo'n 2 na laatste met een beetje geluk. Nou, daar zou ik een keer een tierlist voor moeten maken. En daarvoor moet ik eerst alle Assassin's Creed's hebben gespeeld op mijn kanaal. Anyway, dus Assassin's Creed 3 filler game. Andere Assassin's Creed game die nog beter is, komen we straks op terug. Want die is tegen het einde van het jaar pas afgerond. Of nog niet eens afgerond. Op het moment van opnemen ben ik er nog aan het uploaden. Maar ik heb hem wel uitgespeeld. Dus ik kan er wel een review van doen. Wat mij betreft denk ik dat we dan aankomen bij de game die de meeste impact heeft gemaakt op mijn kanaal. En wat ik niet had verwacht. SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Die game was echt heel goed. En ik ben heel blij dat ik hem heb gespeeld op mijn kanaal. Want ik had er, als ik mijn kanaal niet had gehad, waarschijnlijk nooit naar omgekeken. De gameplay was lekker. Het was een simpel spelletje. Ik heb hem ook 100%.
SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake heeft daarbij ook echt flinke views gepakt. En ik weet niet waarom, want voor mijn gevoel is het niet per se een hele bijzondere game. Het is gewoon een leuk spelletje. Maar dan zeg ik, het heeft wel volgens mij eigenlijk, het heeft wat mij betreft, het was het begin van wat ik zou zeggen een positieve trend op mijn kanaal. En als we kijken naar de volgende game, daarvan weet ik ook dat hij het heel goed heeft gedaan, As Dusk Falls. Heel veel mensen waren onder de indruk van de art in die game. Het stukje keuzes maken in de game, het feit dat je het ook op stream kan spelen en mensen daadwerkelijk kan meelaten beslissen wat er gebeurt. As Dusk Falls is denk ik naast SpongeBob SquarePants de beste game die ik heb gespeeld op mijn kanaal dit jaar. En een van de games met de meeste impact, want het heeft veel views gepakt. Bioshock 2, filler game, wat mij betreft niet kopen. Before Your Eyes was een interessant idee vanuit mij en ook vanuit de developers. Vanuit mij, omdat het een game is die ik nooit van mijn leven zou kopen. Alleen omdat ik eens een game wilde die heel anders was dan wat ik ooit heb gespeeld. Heb ik hem gespeeld. Het was iets anders dan wat ik ooit heb gespeeld. Alleen geen game voor mij. En denk ik alleen leuk als je zeg maar de eye scan kan gebruiken in de game. Dat je als je knippert dat je naar de volgende scène gaat. Dus interessant concept. Niet per se geschikt voor YouTube. Wat mij betreft. Daarna Injustice 2. Een van mijn, in ieder geval mijn favoriete fighting game ooit gemaakt. Omdat ik eigenlijk geen fighting game speel behalve Injustice 2. Leuk om te spelen op mijn kanaal. Want dat wilde ik al een keer doen. De storyline in die game is namelijk heel goed. Al merkte ik wel dat de graphics wat outdated waren. Dus leuk om gedaan te hebben. Niet de beste game die ik heb gedaan op mijn kanaal dit jaar. Verder, we hebben dus SpongeBob The Cosmic Shake. We hebben As Dusk Falls. Ik denk dat het comfortabel op 3 staat. Assassin's Creed Mirage. Ja. En Rick vindt een van de RPG Assassin's Creed leuk. Gaan we het nog meemaken? Ik heb ook positief gesproken over Origins, maar ik vond Origins redelijk lang. Terwijl Assassin's Creed Mirage juist weer meer lijkt op Rogue in de, zeg maar, als ik kijk naar de lengte van de game. Het speelt prima. Wat mij betreft kan het nog wel wat soepeler, nog wat meer fluent. Als je kijkt naar de parcours system, dan kan het nog wel, eigenlijk kan het op sommige plekken nog wat soepeler. Het was oorspronkelijk natuurlijk een DLC van Assassin's Creed Valhalla, een van mijn meest gehate games ooit. Niet alleen in de Assassin's Creed franchise, maar gewoon ooit. Ik ben blij dat ze deze hebben afgesplitst, want anders had ik hem waarschijnlijk nooit gespeeld. En deze game is echt goed. Ik ben er heel blij mee dat ik hem heb gespeeld. En hij is voor mij dus al afgerond. Ik ga de game denk ik binnen een aflevering of 6 uploaden. En dan krijg ik mijn volledige review. Goeie game. Op dit moment comfortabel op 3. En er is nog één game die we dan moeten bespreken die ik heb gedaan in 2023. En dat is Marvel Spider-Man Remastered. En dat is een game waarvan ik denk dat als ik hem straks heb afgerond in 2024, dat mogelijk één van mijn favoriete games gaat zijn die ik in 2024 ga afronden. Want holy fuck, die game speelt lekker. Het verhaal is goed, de graphics zijn goed. Alles aan die game is gewoon goed. De soundtrack is echt Marvel, is echt superheld. Die speelt echt als een superheld. En het is echt, ik vind het echt fantastisch. Dus officieel valt hij nog in 2023, omdat hij is gestart in 2023. En als ik de tijd of meer tijd had gehad om die game te spelen, dan had ik kunnen zeggen dat hij waarschijnlijk over Assassin's Creed Mirage heen was gegaan. En mogelijk ook over SpongeBob. Maar wat een game. Ik heb er hoge verwachtingen van wat ik tot nu toe heb gespeeld, is het positief. Dus laten we hopen dat het in de rest van 2024 ook echt een goede game blijkt te zijn. Dat zijn alleen de games die ik heb gespeeld. En nu er is nog veel meer gebeurd dan dat. Laat ik gewoon eventjes beginnen met de vlogs. En ik heb voor het eerst in mijn leven meer gereisd dan ik ooit heb gedaan. In een jaar. We zijn aan het begin van het jaar naar Parijs gegaan. Voor de Frankrijk vlog. Leuke vakantie. Leuk om te ervaren. Alleen vind ik Frankrijk niet zo'n mooi land. En dat was maar de eerste vakantie. België 3. Wat ik doop België 3 of de België vlog 2023. Maar officieel is het België 3. We hebben namelijk 3 vlogs voor België. 2020, 2021, 2023. Hopelijk is hij met de België trilogie gewoon compleet. Nou, dat is hij. Die België trilogie is compleet. Wat mij betreft niet de meest bijzondere locatie. Maar het is toch altijd leuk om met de boys op vakantie te gaan. Dus in dat opzicht wat ook niet mijn favoriete vakantie. Maar als ik dan kijk naar de 2 vlogs die hierna komen, waarvan er eentje 2024 pas online komt, omdat ik zeg maar nog niet heb kunnen editen.
En, maar de kerstvideo dit jaar, die eigenlijk de eindejaarsvideo had moeten zijn, was in plaats van ik die dit doe, de Vaticaanstad San Marino vlog. En wat een vakantie was dat. Een van de gaafste dingen die ik ooit heb gedaan, maar ook een van de meest hectische dingen. Het ging allemaal niet zo even soepel, zoals jullie in de vlog hebben meegekregen. We kregen onze huurauto niet mee, omdat Nick zijn rijbewijs was vergeten. Nick, shout-out naar jou, want dat was een heel grappig moment, maar op dat moment was het heel kut. En dat maakte de vakantie toch wel iets anders dan wat we hadden verwacht, maar echt niet minder leuk. We hebben prachtige dingen gezien, zowel San Marino als Vaticaanstad, als Italië zijn natuurlijk prachtige landen. En ik had dat voor geen goud willen missen. En zowel Dylan als Nick heeft het er, en ik ook trouwens, hebben er nog vandaag de dag nog steeds over. Ja, het was gewoon fantastisch. Dus wat betreft vlogs, de Vaticaanstad San Marino vlog, heel goed. En ik heb de reactie erop gehoord, heel positief. En daarvoor uiteraard jullie allemaal bedankt. Zonder jullie kan ik het nog steeds niet doen. Ja, kan ik het nog steeds wel doen, maar dan kijkt er geen hond. En dan is het ook weer niet veel waard. Dus, bedankt. Twee belangrijke momenten, of dingen die ik nog moet benoemen. Enrique's favorites, of de laatste video erin heb geüpload, is in april geweest. Omdat ze veel tijd kosten, maar het is wel de Danganronpa video. De enige manier waarop ik me kan voorstellen dat ik het ooit over Danganronpa kan hebben. En er komt nog een vervolg, dat kan ik je nou beloven. Ik weet alleen niet wanneer. Maar er komt nog een vervolg voor Danganronpa 2. En er komt nog een video voor Danganronpa V3. Omdat het gewoon mijn favoriete game, of ja, een paar van mijn favoriete games zijn ooit gemaakt. Dus ja, die gaan sowieso komen. En wat ik trouwens ook nog wel vergeten te zeggen over het vloggen. Er komt nog een vierde vlog over een vakantie uit 2023. Die ik pas in 2024 kan uploaden, omdat ik nog niet ben begonnen met editen. Ik ben namelijk ook nog op vakantie geweest naar IJsland. En dat was echt een ervaring. En ook een van de gaafste dingen die ik ooit heb gedaan. Een van de mooiste dingen die ik heb gezien. Echt top. Dus stay tuned voor die. Hij wordt goed. Laatste puntje wat ik nog had genoteerd. En dat is dat Assassin's Creed, of nee, Assassin's Creed, Smite Eaters in Mid officieel op stilstand staat. Voorlopig. We spelen eigenlijk geen Smite meer. De game is wat mij betreft ook niet per se meer leuk. En ja, niemand van ons heeft zin om Smite te spelen. Dus de Eaters in Mid serie staat op dit moment gewoon op pauze. En wellicht start hij nooit meer, dat zien we wel. Het is een beetje wat we hadden met een der minigames. Waarbij een aantal jaar letterlijk niks in werd geüpload. En toen ineens, hé, laten we hem restarten. Dus als Smite ooit weer eens een ding wordt waar we zin in hebben, dan gaan we het wel spelen. Maar die game is gewoon niet meer leuk. Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat we het heel lang hebben volgehouden omdat we het zoveel hebben gespeeld. En nu zijn we er eindelijk achter van, oké, het is eigenlijk ook helemaal niet zo leuk meer om te spelen. Laten we maar wat anders doen. Dus Sam en Dylan zijn voornamelijk overgestapt op League. Ik speel eigenlijk niet echt meer een MOBA. En veel het kleine beetje tijd wat ik heb ook liever niet met een game die ik liever niet speel. Dus Smite Edgy Met is overleden. Dat was alles wat ik had genoteerd. Heb ik nog puntjes voor volgend jaar? Gewoon doorgaan. Doorgaan met wat ik doe. Ik heb het gewoon, zoals ik al zei, voor mijn gevoel ga ik lekker. Misschien op YouTube iets minder. Dat is één ding wat ik... wat mij wel is bijgebleven van 2023 nog. En dat is iets wat ik wel voor 2024 mee wil blijven nemen. Ik ben er al mee bezig. Maar er is op een gegeven moment een comment geweest. Ik heb het al vaker gehad over deze comment. Specifieke comment in mijn YouTube video's. Maar ik vind het belangrijk om hem te benadrukken. Er is iemand op mijn YouTube video. Op een YouTube video geweest. Ik weet niet precies bij welke. Die had gezegd van oké, je commentary is shit. Je bent saai. Of tenminste iets in die trend. In ieder geval dat is hoe ik het zeg maar heb geparafreesd. Dus zeg maar, voor eigenlijk alles, zeg maar, de content die ik maak is saai, niet leuk om te kijken, stop ermee. Dat is wat even zeg maar heel simpel in hoofdlijnen wat hij probeerde te zeggen. En dat klonk op zich kut. Aan de andere kant, dat heeft mij wel aan het denken gezet. En ik ben het grotendeels met hem eens. Ik heb heel lang niet heel veel effort gestopt in het maken van goede content. In het geven van goede commentary. Het is zo dat ik heel vaak zoiets had van, ik moet een video online gooien, dus ik maak er maar eentje. En 15 minuten waar ik niet praat en een beetje speel. En dan
is het wel goed. En met die comment heeft het me wel aan het denken gezet van misschien moet ik wel gewoon weer meer moeite gaan steken in het proberen te maken van goede content. In het geven van goede commentary. Een video inkomen met een idee van wat ik wil gaan vertellen. In plaats van dat ik gewoon maar de game ga zitten spelen en kijken waar het eindigt. Dus in dat opzicht, bedankt voor die comment. Hoe hard die ook klinkt. Het is actually best wel een comment als je er doorheen kijkt van ja, er zit gewoon een kern van waarheid in. En in dat opzicht, dat heb ik meegenomen, geprobeerd er iets uit te halen. Dus ik doe echt wel wat met jullie comments. Het is heel fijn en ook al is het negatief dat jullie gewoon je commentaar geven en kunnen geven. Ik bedoel, als ik het niet mee eens ben, zeg ik dat ook. Maar in dit geval gewoon een felle punt waar ik gewoon wat mee probeer te doen. Ik hoop dat jullie dat ook zien in de video zelf. Aangezien ik zie wel dat mijn viewaccount, ook al zijn het maar 10 views op een video, er zijn periodes geweest waarbij ik er 2 kreeg. En dus langzaam maar zeker gaat het wel omhoog. En dat is ook gewoon leuk om te zien. Dus ja, zoals ik al zei, ik probeer mezelf nog steeds te verbeteren. En dat wil ik in 2024 ook wel proberen te blijven doen. Met de setup van mijn nieuwe appartement hoop ik ook iets minder, zeg maar, dit. En iets meer licht en iets meer ruimte te creëren voor mijn YouTube kanaal. Ik wil eigenlijk ook gaan investeren in een nieuwe camera. Want ik heb het idee dat de kwaliteit van deze camera redelijk lacking is met wat ik tegenwoordig kan produceren. Maar dat zijn dingen, daar moet ik later naar kijken. Want met het verbouwen van een appartement komt helaas ook wel een hele hoop geld wat ik moet uitgeven. En dan moet ik even kijken als ik straks erin zit en of ik nog geld over heb om überhaupt iets te kopen. Dus moeten we even aankijken. Maar dat zijn dingen die ik stip op de horizon, laat ik het zo zeggen. Ik ga voornamelijk gewoon 2024 lekker door met wat ik nu aan het doen ben. Ik voel me goed. Ik ben mentaal en fysiek gewoon, zoals ik al zei, helemaal in orde. Ik heb het inderdaad goed gedaan met mijn kanaal. En ik heb het idee dat jullie er ook meer enjoyment uit halen. Als dat niet zo is, laat het ook even weten in de comments. Als je het met me eens bent, laat het ook weten in de comments. Want dan heb ik het idee dat ik wel op het goede pad zit met wat jullie willen en wat ik wil. Dan zijn onze interests aligned. En in dat geval zeg ik, abonneer op mijn kanaal en doe lekker mee in de gekheid. En met dat gezegd te hebben, mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze eindejaarsvideo. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. En dan hoop ik je de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. See ya!